Jean Thomas, je bent het geld aan het tellen. Ongelooflijk, ja. Ik ben net terug omgekleed. Ik heb mijn beker was echt volledig gevuld. En het is onvoorstelbaar hoe gul. Dat is een massa geld, hè? Ja, dat is echt waar. Dat is echt waar. Ik moet zeggen, ik was er eigenlijk een klein beetje van aangedaan van wat de mensen allemaal. Je zou denken van hoe mensen hebben schrik van iemand die dat. En pas op, sommige mensen waarschijnlijk wel. En dat is ook. Ja, Natalia had even schrik, hè? Schrik, Sanne. Ja, voilà. Ja, je had mij echt niet herkend, hè? Nee, hij komt naar mij en hij wil mij vastpakken. Ik denk, oh nee, ze pikt niet uit mijn zakken. Ja. Dat was mijn eerste idee. Nee, dat is echt geen zeven. Voilà. Dus en ik denk, oh ja, kom hier. Allee, ik zal dan eens. Voilà, vastpakken. Maar ik heb wel een dikke knuffel gehad, hè? Ja, voor de luisteraars allemaal, ik heb een hele dikke knuffel gehad. Niet wetende dat ik het was. Wat was zo het meest confronterend voor jou? De anonimiteit. Dat is dan voor ons dan nog wat een beetje. Allez, ik zeg ons, omdat Natalia ook een bekend persoon is. Is dat, als je over straat loopt, dan is het tegenovergestelde voor ons dat je meestal herkend wordt en aangesproken wordt. En nu zit je daar en niemand herkent u. En ik heb echt twee, drie keer echt met tranen in mijn ogen. Een bepaald moment. Mensen komen koffie geven, zelfs met melk. Ja, je hebt ook een zak vol spullen echt meegekregen. Ja, echt, hè? Niet normaal. Warme lasagne was er zelfs bij? Er kwam een mevrouw, die vrouw, moet jij een warme lasagne hebben, meneer? En ik ben echt beginnen blijten, gelijk een kleine van 6 jaar. Dat was echt ongelooflijk. Ik vond dat zo mooi en zo pakkend. En dat mensen de moeite doen om te vragen, moet jij een lasagne hebben, die naar de winkel gaan, een lasagne laten opwarmen, met mes en vork in een potteke, met serviettetjes, alles erop en eraan. Schat, dus dat vind ik ongelooflijk. En dat bewijst wederom dat er heel veel goede, warme mensen op deze planeet rondlopen. Wat gaan we met dat geld doen? Je moet nu wel een goed doel. Sowieso. Natalia wou er al een koffie mee gaan drinken. Ik zeg, niks te wel. Dat is niet waar. Sowieso gaan we dat aan een goed doel schenken. Wat denk je van de Clinic Lounge? Allemaal, voor de Clinic Lounge ga ik iets beter doen. Ik ga dit echt, als ik straks even nog de tijd heb om door de straat te lopen en als ik iemand zie die daar staat, ga ik dit gewoon allemaal schenken. Voilà. Voor de Clinic Lounge, je weet dat misschien, of je weet dat niet, Kim, maar ik schilder ook een beetje zo. En als het voor jullie oké is, zal ik een schilderij maken, een originele Jean Thomas. Die je dan kunt veilen en de opbrengst ervan. Voilà. Wauw, dat vind ik heel schoon. Echt geweldig. Dank je wel. Dikke merci ook om mee te werken met de warmste week. En zo meteen mag je hier nog live zingen. Afgesproken? Top. Ja, deal. Yeah, yeah. De warmste week. Iedereen zorgt voor iedereen. Radio 2.